Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe random Facecom aflevering hier op mijn kanaal Ras Gaming. In deze serie maak ik natuurlijk met mijn ogen dicht een class aan op Call of Duty 4. Dus de vorige class was deze class, de W1200. En vandaag gaan we weer mijn ogen dicht doen en een classje aanmaken. We beginnen bij de perks. Of nee, we beginnen bij het wapen. We beginnen gewoon bij het wapen. Oké, let's go. Primary wapen natuurlijk. Ik moet 4 keer klikken, want ik weet het nu ongeveer wel uit mijn hoofd. Dus 1, en 2, en 3, en 4. Het is een... Oh my god. Jongens. Ik heb het wel gehad met die shotgun. Oké, fuck it. Het is een M1014, zoals je kan zien. Met geen attachments erop, volgens mij. Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Secondary pakken. Dus 2 keer klikken. Hoppatee. En dan special grenade. Dan gaan we even snel doorheen. Special grenade. Klik. Perk 1. En klik. Perk 2. En klik. En perk 3. En klik. Oké, wat hebben we aanstaan? Oeh, dit is echt gewoon een kutclass. Maakt niet uit. We hebben een M1014 met de shotgun zonder attachments. We hebben een M9 zonder attachments als secondary. We hebben een bandolier voor extra ammo. Kan misschien helpen. We hebben double tap, wat niet helpt op een shotgun. Want deze shotgun die kan niet sneller schieten dan die schiet. En we hebben extreme conditioning, zodat we langer kunnen sprinten. Dus, we gaan met deze quest proberen voor jullie vooral te vinden en te spelen en te winnen. Dus ik zie jullie zo meteen als we in een potje zitten, mensen. Dus... tot zo. Alright boys, we zitten in een potje. Het is free for all op de map Vacant, zoals je kan zien. Of Vacant, ik weet niet hoe jij deze map wil noemen. Maar, we gaan dus spelen met de class die we net hebben aangemaakt. De M1014. En ja, we gaan kijken of we kunnen winnen. Ik hoop het. Ik hoop dat we kunnen gaan winnen. We hebben wel de mooie camo aanstaan. De militaire camo. Dus dat moet ons gewoon helpen. En shit, we spawnen echt op een kutplek, man. Ik heb een shotgun, jongens. Ik moet naar binnen. Ik kan nooit buiten kills maken. Behalve misschien op een... nee, die camper is al dood. Fuck. Behalve misschien op een camper, wou ik zeggen. Maar die fenty killed hem, man. Oké. Deze shotgun heeft natuurlijk 4 kogels. Onder 4 kogels moet je reloaden. En ik moet even zorgen dat ik een UAV krijg. Maar ik ga alsnog buiten rennen. Want ik moet weg. Ik moet naar binnen. Ik kan buiten nooit kills krijgen. Omdat ik een shotgun heb. Dus ik moet zorgen dat ik gewoon naar binnen kom. Hier loopt weer een enemy. Alsjeblieft. Blijf daar. Blijf daar. Blijf daar. Ik heb een hitmarker op hem. En nice. Let's go. En kut. Nu hoor ik er een. Even wachten. Want ik hoor er een. Oké, okay, nice, die loopt daar. Ik heb een stun of een smoke. Ik weet niet wat ik heb aanstaan. Volgens mij smoke. Fuck. Fuck, 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 fuck. Kom hier. Oh, nice, jij bent slecht. Wow. Oké, okay, we hebben een UAV meteen inroepen, die shit. En dan gaan we meteen door, man. Even wachten. En pizza, pizza, pizza. Het is pizza tijd. Hij zet een claymore neer. Fuck, hij zet een claymore neer. Hij zet een claymore neer. Rustig, enemy. Oké, okay, go Nate, loopt er ook nog een achter me hier. Oh, wacht. Eerst even deze vent pakken dan. Kom jij eens hier. Oké, okay, nice. We lopen nog steeds buiten. Hè? Ik heb al 100 keer gezegd, we moeten naar binnen, jongens. En ik loop nu nog steeds buiten. Dus het is niet echt handig van mijzelf. Dat ik nog steeds gewoon buiten blijf rennen. Oké, okay, nu naar binnen. Go, 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 go. In één keer de overweg maken. Let's go. Oké, okay, nice. Daar is onze airstrike. Die heb je in martyrdom. Oké, okay, nice. Dus er komt nog eentje in mijn rug volgens mij. Even wachten hier. Nice. Let's go. Nog één kill voor een helikopter. Dus even mijn airstrike eerst buiten gooien. Als verneuk je die natuurlijk. Want als je een helikopter haalt terwijl je airstrike nog hebt, kan je airstrike daarna niet meer inroepen. En daar is mijn helikopter. Nice. Oké, okay, dit gaat lekker, man. We staan voor op dit moment. Daar loopt er een, maar die kan ik onmogelijk killen. Maar je kan ook gewoon door de raampjes heen schieten. En dat heb deze vent zo te zien niet door. Dus. Oh, dankjewel voor de kill. Net op tijd. Ik hoor er hier ook weer een. Nice. In mijn rug, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Oeh, die loopt ook buiten. Maar er zit er hier nog een. Wacht even hoor. Die klimt naar boven. Die ziet me niet mooi. Kan ik langzaam naar binnen? Langzaam naar binnen. Go, 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 go. En nu door. Snel, 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 snel. Oh shit, dit was heel scheef. Waarom schoot ik nou weer? Wie's idee was het om hero te schieten? Nee, 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 shit. Ik ben dood. Ah, oh, we stonden alweer 9-0, man. Oké, okay, dat was een goed begin, hero. Let's go, M1014. Ik begin steeds beter te worden met die shotguns, man. Ik krijg ze steeds in deze serie. Ik heb al 2 keer een W1200 gehad. Ik heb nu weer die M1014 shotgun. Dus ik krijg steeds vaker shotguns. En op zich... oh, ik dacht dat die al dood was. Dus op zich gaat het wel steeds beter ermee. Maar we moeten nog even wat beter worden. Die double tap heb ik helemaal niks aan. Heb ik nu al door. Dus dat is natuurlijk een beetje beroerd. Dat je een perk hebt aanstaan waar je helemaal niks aan hebt op een shotgun. Maar ja, shit happens natuurlijk. Dat gebeurt nou helemaal met deze serie. En nu moet ik goed gaan opletten, man. Er komt er één in mijn rug. Oh, oh shit, het game lagt volgens mij, man. Want hij ging dood toen ik al klaar was met schieten. Dus ik weet niet wat er hier aan de hand is. Ik heb een 3-bar, de rest een 2-bar. Dus, game lagt een klein beetje, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat gebeurt nou eenmaal op een oudere Call of Duty natuurlijk. Dat is gewoon standaard. En oh, martyrdom! Dankjewel, martyrdom is ontploft. En hier zit nog een enemy. Oh shit, ah! Oh, wat een lul, jongen. Kijk, ik raakte hem hier. Boom! Oh, ik raakte hem nog ineens. Dus die killcam... what the fuck? Die killcam in dit spel duurt maar 2 seconden, ouwe. Ik kijk nooit de killcam zoals jullie weten. Maar die killcam in dit spel duurt gewoon maar 2 seconden, joh. Ik dacht serieus dat dat ding langer duurde. Maar het is dus blijkbaar niet zo. Maakt verder ook voor mij helemaal niks uit. En dit is een hacker, man. Dit is sowieso een hacker. What the heck? Oh nee, ik loop zijn richtpunt in. Dat meen je niet. Wat is dat voor dead dan, man? Ik liep in één keer zijn richtpunt in, jongen. En mijn helikopter heeft ook veel werk gedaan. Ik haal een 7 streak hier ook met moeite. En mijn helikopter die maakt 1 kill, jongen. Dat is toch ook briljant. Oh, shit. Fuck, fuck, fuck. Ga liggen. Die vent heeft dezelfde shotgun als mij.
Maar hij heeft volgens mij wel chille perks aan staan. En ik heb van die kut perks aan. Dus hij is als het goed is in het voordeel. En ik moet nu even gaan kijken. Maar hier zit er een binnen. Die knijft per ongeluk volgens mij. Of hij deed expres, dat weet ik natuurlijk niet. Let's go, daar is weer een nieuwe UAV. Ik moet even goed blijven opletten. Hier hoor ik er nog een links. Ergens. Zit hij nou nog steeds hier, hoor? Ik moet even... Waar de fuck... Oh, hier loopt hij, joh. Ik ben hem al een half uur aan het achtervolgen. Ik wist niet waar hij naartoe was gegaan. Oké, nice. Even snel de UAV roepen, want die hebben we nu nodig. Loopt er een rechts van me? Kom maar. Nee, shit! Nee, nee! Oh my god, jongen. Ik denk de hele tijd dat ze al in één kogel dood zijn, man. Maar het is niet met deze shotgun. Je moet minimaal dus twee kogels raken. Dat moet ik echt even gaan onthouden. Want ik wil daardoor niet dood gaan. Kut camper, die bent. Marty Dom, spring. Nice, let's go. Even mijn helikoptertje zo meteen weer inroepen, want we hebben hem nu toch. En fuck, 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 nee. Dank u. Er komt er hier volgens mij heen. Nee, die is weggerend. Oké, hij zit daar. Oh, wacht, ik heb een smoke. Want die hebben we natuurlijk ook. Die moeten we ook gebruiken. Dus boom, smoke. Dan rennen, rennen, rennen. En dan hup, hup. Nice, let's go. En er komt er ook nog een in mijn rug. Nice, let's go. En er zit er ook nog een voor me. Die zie ik namelijk staan, want die schoot net. Spring, spring, hup. Oh, shit. Shit, 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 shit. Let's go, ik heb hem. Het duurde even, maar ik heb hem, jongen. Ik ben echt gewoon onsingeld. Ik roep mijn helikopter in, want ik hoef nog maar één kill te maken en hebben we alweer gewonnen, joh. Hij staat daar weer in die hoek, jongen. Zullen we hem gewoon pakken? Fuck it, ik ren gewoon recht op hem af. Niet in mijn rug komen, want ik wil die camper killen. Let's go, en dan naar hem toe, en dan, hup, even schieten. Hup, 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 en dan hebben we gewonnen. Nice. Weer een heerlijk potje neergezet met die shotgun. 25-4 is mijn eindscore. Random facecam aflevering 39 volgens mij. Ik heb geen flauw idee. Dus ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Als je nou hebt genoten, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. In de beschrijving staat ook een afspeellijst. Kan je alle afleveringen voor jezelf nachecken. En tot de volgende keer weer mensen. Bye bye. En we hadden wel 453 XP ervoor gehaald. Yes. We zijn toch een max level. We zijn, ik weet niet welke prestige ik ben. 8 volgens mij. Of 7. Of 9. Of 6. Of 2. Of 1. Ik heb geen flauw idee. Maakt niet uit. Bye bye mensen.